Een hele goede middag. Ja, welkom bij New Ups and Down. Ja, het is dus zoals ik al zei, een middag. Maar wij zijn de hele tijd bezig geweest en Niels is net nog weg geweest. Maar dat gaan we dadelijk allemaal vertellen en uitleggen. Wij hebben, zoals jullie weten, zijn we een beetje bezig met de verbouwing. En Niels heeft gisteren een muurtje onder het raam gemaakt. De binnenmuur gemetseld, ja. Gelijmd. Ja, dat gaan we dadelijk ook nog even laten zien, want dat is zover klaar. Dat moet nog afgewerkt worden, maar het zit er. En we hebben van het weekend hebben wij een bestelling gedaan, hè? Vrijdag was dat. Ja. En, want wij willen ook natuurlijk door het hele huis andere lampen. Omdat we toch eigenlijk in principe het hele huis aanpakken, toch? Ja. Dus we hebben ze binnen en we wilden ze eigenlijk met jullie gaan delen. We hebben ze zelf ook nog niet opengemaakt, alleen de doos. Dus het is echt voor ons ook een verrassing wat erin zit, hoor. Spannend. Welke zouden deze zijn dan? Dit is de nachtlamp. Zijn dit de nachtlampjes? We hebben namelijk ook nachtlampjes besteld. Met een USB. Ja. Voor de telefoons op te laden. Ze zijn wel heel mooi van kleur. Hè? Zal ik een mes hebben dat daar gekomen op zit? Wauw. Hier kun je dan zo'n ledlamp in doen, gewoon een bolletje. Ja. En hier zit een gaatje in, zoals jullie zien, voor een USB. Daar kan een USB-stick in. Mm-hmm. En hier zitten schroefjes bij voor te bevestigen, wegpluggen. Dit is wat we wilden, toch? Ja. En dan zit er een schakelaar dat je de USB aan kan zetten en de lamp, een dubbele schakelaar. Ja, dat kun je wel heel slecht zien, denk ik. Ja, we pakken ze ook niet verder uit dan dat we nu doen, hoor. Want we willen ze wel gewoon mooi heel houden. Oh, wauw. Daar. Die zijn best groot, hè? Mm-hmm. Zullen we eentje eraf halen? We hebben dus deze. Die kun je alle kanten uitrichten. Hebben we voor in de woonkamer. We hebben er hier eentje. En dan komen er twee dus. En die komen dan mooi in de woonkamer te hangen. Hm. En eentje komt er in de gang te hangen. Ja. Toch? Dan gaan we dan van die gloeilampen, maar dan met led erin. Ja. Deze moet er weer omhoog. Mm-hmm. Oeh, ik ben zo blij. En we hebben natuurlijk ook een gewone lamp in principe nodig op de slaapkamer en de twee overlopen. Want omdat we dadelijk ook naar zolder gaan, hebben we een scheidingswand. Waar we dus eigenlijk in principe twee overlopen nou dadelijk boven hebben. Dus daar willen we ook lampen voor hebben. Deze zit iets verder van het plafond af. Ja, maar die is wel in de stijl van ons nachtkastje. Dus hier komen dan ook de lampen in. En die hangt dan zo met vier lampen. Dan hebben ze allemaal gehad. Ja, dus we hebben voor twee lampen voor de nachtkastjes. Ja, deze drie en die andere drie. Ja, dus dan klopt het. Mm-hmm. Toch? Ja. We hebben boven nou een trap naar de zolder. Dus het traphekje daar paste niet. Die hebben we nou in de deur naar de gang toe gemaakt. Zodat de hond in de woonkamer blijft en de kinderen. Ja. En boven moeten we natuurlijk nou een dubbele trafhekje hebben. En die heeft Niels vanochtend ook even gehaald. Omdat ja, ik kan nou niks boven doen. Ik sta gewoon eigenlijk gewoon continu vast en stil boven. Dus we hebben deze gehaald. Dit moet helemaal nog in elkaar gezet worden, hoor. Maar het zijn in ieder geval. Maar het komt in ieder geval allemaal aan elkaar. Ja, het komt helemaal aan elkaar dat we gewoon één grote traphek hebben. En dan zitten er nog wat delen om het passend te maken. Ja. Dus dan hebben we hier twee deurtjes voor de trappen. Nou, Joef, daar zit je al achter het hekje. Joef, die denkt bij de eigen help! Help! Joefie. Dus die hebben we nou ook. En die kan dan ook een keer gemonteerd worden. Zodat wij
ja, met de kinderen ook boven gewoon kunnen zijn. En dat ik gewoon ook boven eens wat kan doen. Want ik kom nou iedere keer handen tekort om boven ook te poetsen. En dan kan Joefje niet naar boven, hè? Joef. Als Joef in de gang is. Want Joef die probeert ook nog wel eens de trap op te gaan en boven te komen. Nou is het tot nu toe nog niet zo geweest dat ze helemaal boven is geweest. Ze stopt altijd op de laatste tree. Ja, ja. Maar ja, er komt een keer een moment dat ze verder gaat, hè? Dan ben je bezig en dan denk je, ik moet uploaden. Dan denk je, oh, dat doe ik zo dadelijk eventjes. Ga je weer verder, ga je met het volgende ding beginnen. Ik moet uploaden. Uiteindelijk, het is nu 5 uur, ik ben net een kwartier aan het uploaden. Dus, dat. Ik wil heel graag uploaden zodra ik wakker word. Alleen ja, ik heb 3 kindjes die dan eten moeten. En dat gaat dan eerst. En dan denk ik, oh, ik moet even de was aanzetten. Oh, ik moet even dit. Oh, ik moet even dat. En eindstand. Ja. Eindstand ben je weer te laat met uploaden. Nou, prima. Ik ben in ieder geval aan het uploaden. Hij komt iets later, maar hij komt wel online. Dus ja. Maar, ik heb hier... Kleine Sammetje. Ja, kleine Sammy. Kleine Sammy was een beetje verdrietig, want hij is moe. En hij wou niet slapen. Dus dan heb ik hem even hierin gezet. En dan ben ik even met mijn voet, kijk. Met mijn voet doe ik dan zo en dan doet hij wiebelen. En als hij dan aan het wiebelen is, dan is hij lekker rustig. En dan heb ik toch mijn handen even vrij, dus kon ik even uploaden. En daar zitten 2 drolletjes te spelen. En die 2 drolletjes, die waren het niet zo lief voor elkaar, dus moest mama even optreden. Jordi had zijn bril afgezet en flink geknepen eraan, dus die moet ik daar ook nog eventjes weer goed buigen. En ik ben ondertussen ook nog eten aan het koken. Niels is even buiten bezig met opruimen, want morgen komt de veranda. We hebben ja, in ieder geval een afdakachtig iets. Niels wou daar. Niels krijgt daar. Prima. Dus dat komt morgen. En verder ja, ben ik mijn wassen aan het doen. En nou, ik ben dus allemaal dingen aan het doen. Ook ondertussen. Daarom vergeet ik dus te uploaden. Maar ik ga even verder met mijn eten. Zodat we daar kunnen eten. Nou, al lang jeugd. Liam. Die ga jij niet later op de bank ook doen, hè? Liam heeft net lekker een flesje gehad. En is nu even aan het uitbuiken. En dan gaat hij zo naar bedje toe. Daarna is Jordi aan de beurt. Oh, hij is al zo moe. Oh, ben je al zo moe? Dan heb je een mooi konijntje, hè? Oh, is een konijntje lief, hè? En wat is dit? Ook een konijntje. Ook een konijntje. Liam houdt van konijntjes, hè? En van Boomba. En van alpaca's? Ja, ook. Ja, wij noemen het een alpaca, maar hij wordt verkocht volgens mij als schaap. Nou, het is meer een alpaca. En hij heeft een hele lange nek voor een schaap. Of een lama, dat ken ik nog. Lama of Liam, dat komt dicht bij elkaar. Nou ja, hij spuugt niet, dus ja. Nog niet. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Jordi, die was om 6 uur wakker.
En wie heeft ervoor gezorgd? Papa! En wie was er nog meer wakker? Timmy! En wie heeft er het langst geslapen van allemaal? Liam! Dus dat is de ochtend van Niels. Ik heb vannacht wel slecht geslapen, maar dat is geen excuus. Maar Niels heeft mij laten liggen. Maar Jordi is dus de slaap aan het inhalen. Dat is meestal, hè? Maakt iedereen wakker en dan gaat hetzelfde geslapen. Ja, ja, ja. Dus. Sam doet ook. Sam doet ook, ja. Hij zit hier ook nog te lachen ook. Zit je gewoon te lachen? Zit je gewoon te lachen? Je zit net te lachen. Ik ga jou luier doen. Ja, zit je net te lachen? Stinkt. Maar ja. Vanochtend hebben we een afspraak met de ergotherapeut en onze veranda komt langs. Nou, ik heb gesprek met de ergotherapeute gehad. Ze gaat kijken wat er bij de WMO allemaal geregeld kan gaan worden voor Jordi. Omdat wij toch tegen een aantal dingetjes aanlopen. Ook omdat hij nu wat zwaarder is. En ja, het is gewoon allemaal eventjes te veel aan het worden qua gewicht met Jordi. En we moeten Jordi heel veel tillen ook en alles. Ja, dat is gewoon af en toe niet te doen. En zij wil daar ook, ja, zij zei van een speciale buggy, een speciale autostoel, een speciale aankleedkussen. Omdat Jordi in de toekomst waarschijnlijk toch weer gespoeld moet gaan worden. En ja, je weet het met de ziekte van Hirschsprung gewoon wat je hoe het allemaal loopt. Daar moeten we gewoon wel op voorbereid zijn. Want ja, wat hij nu heeft aan aankleedkussen en dat we een commode hebben voor Jordi, dat is gewoon te klein aan het worden. Dus er moet gewoon iets anders komen. Zegt zij zelf ook. Dus wij gaan de verschillende opties eens bespreken, ook met de WMO. En ja, we zijn ook aan het kijken of dat het loopwagentje wat Jordi heeft, of dat dat niet, ja, dat dat niet lichter kan. Of in ieder geval, de mensen die daar iets van verstand van hebben, daar staan we ook mee in contact. En daar gaan we ook mee in conclaaf. Zij gaat ons daar ook bij helpen, want zij weet ook heel veel. Dus zij kan ons daar ook waarschijnlijk in assisteren. Dus daar gaat ze ook mee aan de slag. En voor de rest gaan we het zien. Hoe en wat en ja. Ik zeg ook tegen haar, ik heb je liever natuurlijk niet nodig. Maar ja, in dit geval met Jordi kan het gewoon met niet anders. Ik denk dat jullie wel raden wat ik nu aan het doen ben. Precies. Lekker flessie. Liam die ligt al op bed, maar zoals jullie horen is hij nog steeds wakker en aan het keten. Maar is niet erg hoor. En ja, Jordi gaat dadelijk ook naar bed. Joef, hou op. Ik weet dat ik daar een wondje heb. Als ik een wondje heb, moet die hond altijd eraan zitten lekken. Hou eens op. Joef, nee. Potjantori, 3 dubbeltjes, 5 centen. Die hond denkt bij zijn eigen deur. Ik ook niet. Nou goed, ik ga heel eventjes met Jordi nog kroelen. En dan gaat hij zo dadelijk lekker slaapje doen. Ik ben nu dan met Jordi bezig en ondertussen dat ik hiermee bezig ben, komt madame met dit aangelopen. Ik had dat bij haar in haar slaap in haar bench gezet. En ze komt ermee aangelopen. Joef, serieus, waarom? Sam heeft de fles gehad. Ik ga even eten zo en even broodjes aan het afbakken, dat had ik zin in. En hier is toch nog iemand wakker. Ja.
We gaan gewoon kijken hoe dat het allemaal loopt. Jullie willen waarschijnlijk wel eens zien hoe dat Jordi altijd in de bed. Natuurlijk habitat, dus in zijn bed slaapt. Jordi ligt eigenlijk altijd zo. En heel soms met zijn benen. Die liggen dan nog verder omhoog. En dan met zijn voeten in zijn gezicht. Dat moet ik altijd met heel veel beleid doen. Joef, ga weg. Pas op. Weer wakker worden. Jordi. 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 Weer wakker worden. Oh, doe lekker wakker worden voor mama. Jordi. Wanneer wakker, Joef? Nou, wanneer wakker? Hij wil niet wakker worden. Lijkt net op zijn mama. Net op je vrouwtje. Nee, ga eens terug. Joef, ga eens terug. Nee, ga eens terug, want als Jordi ontdekt dat hij hier hangt, ga weg. Joef. Nee. Eraf. Pas op. Nee. Wakker worden. Nu ga je lachen. Om de bomma erbij te roepen, moet ik jullie nog eerst iets vertellen over een meisje. Niet jonger of ouder dan jij. Namelijk kleine Loes. Elke avond gaat ze slapen, net zoals jij, in haar eigen bedje. En altijd heeft ze haar bomma op mee. Dit is omdat hij gewoon buikpijn heeft eventjes. Dat heeft hij altijd als hij wakker wordt. Dus het is geen te water. Hey, dag allemaal. Hallo, hadden jullie ook zo'n leuke dag vandaag? Ja? Je zit hier nou te luisteren en te lachen, hè? Zeg het niet? Tegen Boomba. Hm? Oh, dat kan toch veel harder? Hallo. Weet je wat wij vandaag allemaal zijn gaan doen? Wij zijn naar de dierentuin geweest. En daar hebben we allemaal dieren gezien. Zoals een echte aap. Dan is hij ineens heel snel wakker. Dit is op dit moment mijn uitzicht. Oh, lekker de bijen, hè? Ja. Zit familie Tut? Familie Tut, ja, er zijn de enige twee die Tut drieën. Tutteren. Kom hier jij, Boom. Liam. Kom hier jij. Liam, wat ben je aan het doen? Ze lijken wel echt veel op elkaar, hè? Hè? Zei je? Ze lijken veel op elkaar. Ja. Kijk uit, want je gaat daar van die bank afvallen. Een hele goede morgen. Normaal had ik gezegd, welkom bij nieuwe upside down. In dit geval is dat niet zo. Ik laat woensdag geen vlog online komen.
En waarom niet? Het is me eventjes een beetje te veel aan het worden. Lichamelijk gezien. Zoals heel veel mensen waarschijnlijk al wel weten, ik heb fibromyalgie. En op dit moment is de pijn zo gigantisch heftig. Dat ik er gewoon nu even niet uitkom. Normaal kan ik mijn eigen schop onder mijn hol geven en komt het weer goed. Maar op dit moment is het eventjes blijf erin hangen. En dat is niet goed. Ik heb maandag ook een afspraak bij de huisarts voor medicatie. En dat eventjes te bespreken. En ja, het is gewoon zoals het is. Als je bij zoiets ook te lang stil blijft staan, dan voel je je eigenlijk nog slechter en slechter. Dus ik probeer ook daar niet negatief in te zijn. Alleen moet ik wel eventjes pas op de plaats maken hiervoor. En het zij zo. De kindjes worden wel gewoon goed verzorgd hoor. Ik heb gewoon de volledige zorg, kan ik gewoon doen. Alleen, dat betekent wel dat mijn huishouder er bijvoorbeeld onder leidt. En gelukkig heb ik Niels. En die kan mij in heel veel dingen helpen. Dus ja, dat is een beetje wat er aan de hand is. Waarom dat er geen vlog online is gekomen. En daarom maak ik van deze vlog een weekvlogje. Inmiddels liggen de kindjes in bed al. Jordi wil niet slapen, die heb ik net al een luier verschoond. Maar ik weet ook dat als ik die nou wakker hou, dat die 6 uur niet gaat halen. Dus hij gaat toch echt wel eventjes een uurtje slapen. Dus ik laat hem nu even gewoon in bed nog liggen. En hij is ook goed aan het spelen en aan het doen in zijn bedje. Dan heeft hij in ieder geval wat rust. Daar laat ik nou gewoon heel eventjes hem doen. En ik zit gewoon even lekker op de bank. Sam die slaapt nu, die zal zo dadelijk wel komen voor een flesje. En ik ben eventjes niks aan het doen. Hier is iemand die maar niet wil slapen. Nee, jij wil maar niet slapen. Jij wil niet slapen, hè? En je broertje is wakker en die wil het flesje. Dus jij gaat maar even spelen dan. Hadden het papa gebeld via FaceTime en hij deed de telefoon kusjes geven. Hè? Hij denkt, oh, dat kind begint te huilen. Ik ben weg hier. Was jij wakker? Lekker slaap, ding. Lekker slaap, ding. Lekker stukje. Hallo. Dit doet hij meestal als hij net wakker is. Dan gaat hij even over zijn nek. Hey, wie nek, jongen. Hij is ook zo enthousiast, hè? Wel, je bent wel enthousiast. Wel. Wat? Zit je nou serieus scheet te laten? En toen zaten we beneden. Het was hier net hommeles. Jordi heeft Liam gebeten in zijn vinger. Hoe het precies is gebeurd, weet ik niet. Want ik was met Sam bezig, want hij was aan het huilen. En in één keer hoorde ik Liam ook heel hard huilen. En het onderscheid tussen nep en echt huilen kan ik bij Liam echt goed onderscheiden. Dus ja, ik hoorde dat hij dus heel erg huilde. Dus ik heb Liam uit de box gepakt. Toen bleek dat hij in de vinger gebeten was door Jordi. Dus ja. Yeah. En nou is zijn vinger een beetje dikkig. Het is die vinger die hij bij de leuning heeft. Daar heeft hij een beetje last van. Het is een beetje dikkig. Ik heb al een koude doek omheen gehad. Maar ja, we gaan het gewoon even zien. Ondertussen ben ik eten aan het koken. Want het is alweer 4 uur. En om 4:30 zal meneer Sam wel weer eten willen. Maar nou is het zo, ik heb geen zin om heel uitgebreid te gaan koken. Ik heb echt zo'n gevoel.
Maar ik wil wel dat er genoeg groentes en alles in zitten, ook vanwege de kinderen natuurlijk. Maar nou ga ik iets doen. Wij gaan burritos eten. En normaal maak je dit dus met kip. Tenminste, wat er in deze pak staat, je maakt het met kip. Maar ik ga er dus iets heel anders van maken. Wel gewoon de burritos zoals we ze in principe kennen. Met kaas en dat soort dingen. Maar ik ga de groentes anders erin doen. Ik maak het sowieso met runder gehakt nu. Champignons ga ik erin doen. En ik had nog een pak macaroni spaghetti groenten. Die gaan er ook bij. Dus we gaan gewoon lekker op de gezonde toer weer. Dit is een pak van 500 gram. Er komen er nog champignons bij. Dus ik denk dat er om en nabij dus 700 gram in zit qua groenten. Dus ja. Gaat er denk ik wel heel goed in. Dus ik ga daar eventjes mee verder. Zorgen dat het klaar staat. Voor als mijn jongste teller weer hongernekkig begint te gedragen. Dan kan ik gelijk eten geven. Maar dan heb ik wel in ieder geval het eten zover klaar. Dus daar ga ik even doen. Ja, daar krijg je ervan, hè. Als je broer niet 's middags wil slapen. Dan gaat hij maar daar slapen. Jordi is lekker een spelletje aan het spelen. Ja. Liam is net naar bed. Is hij afgelopen, Jordi? Ja. Ik moet even opnieuw aanzetten. Snel het goede level aanzetten, anders heeft hij weer een betaalding te pakken. Schat. Yay. Dat doe je ook altijd vertellen. Boe. En Liam die krijgt lekker nou... Of Liam, al begin ik weer. Die ligt boven mama. Ja. Sam die krijgt nu lekker een flesje. En Jordi die heeft straks dus nog even geslapen. Heb je weer krantjes? Nou en, komt opa eraan hè. Varken. Nee. Hoe weet jij dat? Dat de varken er nou aankomt. Varken. Dat vocht ik zomaar. Heb je hem zelf te vaak gespeeld, een spelletje? Ja, ik speel hem eigenlijk iedere avond. Je hebt een beetje kramp. Ja, je bent een krampjes, hè? Ja. Oh, je krampjes. Oh. Nou, wij gaan weer even verder met ons spitsuur. Ja, wij zijn even papa en mama aan het spelen nu. Een hele goede morgen. We hebben hier iemand die de gekke 5 minuten heeft. Al een half uur lang. En hier heeft iemand de hooliganziekte. En daar ligt iemand wakker te zijn in bed. En waar Jordi is op dit moment met Niels naar de downpoly toe. Downpoly, wat houdt daar nou in? Bij de downpoly krijgt hij eigenlijk gewoon een jaarlijkse check-up. En dan kijken ze hoe dat zijn mentale staat is. Of in ieder geval hoe dat hij dingen doet met de logopedisten. Er komt een fysiotherapeute, er komt een revalidatiearts bij kijken. De kinderarts komt erbij kijken voor de kleine dingetjes waar we tegenaan lopen. Met bijvoorbeeld, Jordi heeft hij iets van een eczeemachtig iets. Omdat hij continu met speeltjes op zijn oor zit. Hoe kunnen we dat het beste behandelen? Er was ook iets met zijn piemeltje, daar is wat vuil uitgekomen. Daar heb ik schoongemaakt, maar hoe kunnen we dat het beste doen? Normaal ga je daarvoor naar het consultatiebureau, maar in dit geval voor Jordi met Down doen we dit bij de Downpoly. Wordt die gewogen, gemeten en alles erop en eraan. En ja, dan wordt eigenlijk gewoon besproken wat en hoe en qua check-ups en hoe het allemaal verloopt. En of wij als ouders het nog aan kunnen en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Ik word zo dadelijk... FaceTime, zoals ze dat noemen, want ik heb een iPhone, dus dat doe ik FaceTimen. En dan ben ik toch bij het gesprek in principe aanwezig. Maar dan ben ik ook thuis met de kindjes, omdat in verband met corona
wij mogen als beide ouders erbij. Maar in dit geval, ik heb twee kinderen, dus dat gaat gewoon niet. Ik moet hier thuis voor twee kinderen zorgen. Dus ja, je moet keuzes maken. Dus Niels die gaat daarmee naar de Downpony. Hé, Jordi is weer thuis en papa is weer gaan werken. Het is allemaal goed gegaan bij de Downpony. Ze waren tevreden. Er zijn een aantal dingetjes die we aan gaan pakken nog. Welke dat precies zijn enzovoorts, dat gaan we gewoon in de vlog. Zullen jullie dat gaan zien. En ja, alles was verder gewoon goed, hè, jongen? Je was knap, hè? Had je goed gedaan, hè? Ja. Knappe vent. En nou lekker flesje drinken. En kijken of je naar bed wil. Inmiddels hebben onze boefjes geslapen. En zijn ze weer wakker. Ja, en hebben ook al lekker gedronken. En zijn we aan het wachten op de fysio, hè? En Jordi zit erbij. Ik weet het niet. Er is weer iets nieuws. Jordi, zit je lekker zo? Wil je eruit? Mama jou helpen? Zo? Goed zo. En zijn haar zit weer echt op en top. Hij moet echt naar de kapper. Maar dat gaat volgende week gebeuren. Want morgen, de dag dat deze Ups & Down online is gekomen, heeft Niels een sterilisatie. Dus dat betekent dat we geen kindjes meer kunnen maken. Gelukkig. Hoe het allemaal gaat lopen, dat weet ik niet precies. Ik weet alleen dat hij niet zwaar mag tillen. Dus grotendeels de zorg zal op mij afkomen voor de kinderen. En ja, hij heeft in ieder geval volgende week vrij. Dus we gaan gewoon kijken hoe alles loopt. En als hij zijn eigen volgende week goed genoeg voelt, dan gaan we met Jordi en met Liam, want het begint voor te pluizen, naar de kapper. En dan gaat hij zelf ook naar de kapper, want hij heeft ook voor het een bos haar. En ik ga zelf ook naar de kapper. Ik ga een afspraak maken voor volgende week. Want ik kan nog wel wat met mijn haar, hoor, maar het wordt hier te lang. En ik krijg dadelijk ook weer haaruitval, dus dan kan ik het beter gewoon zo kort mogelijk hebben als ik het nu toch kort heb. Dus dat gaan we gewoon volgende week doen. Jordi, wat ben je aan het doen? Zeg maar, ik heb mijn pyjama aan en ik heb een flesje en ik ga zo nog even spelen. Mits dat hij wakker blijft natuurlijk. En dan ga ik zo dadelijk Sam de fles geven. Want zoals je hoort, die heeft ook honger. En Liam die heeft net de fles gehad en die is Niels nu naar bed brengen. En zo hebben we weer het cirkeltje rond. Dat dadelijk iedereen weer gevreten heeft. En Jordi? Alles slaapt. Behalve wij. Ja. Maar wij gaan er ook een eind aan maken. Maar morgen heb je sterilisatie. Dan ga ik vragen voor eens, want ik heb het helemaal niet gevraagd. Voor eens en voor altijd, ben je zenuwachtig voor morgen? Ja. Nee, serieus? Nee. Oké. Dat is dus morgen. Maar voor nu gaan we deze Ups & Down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.